Okay, people, let's go to work. Hallo, Roy. Hallo. We mogen een object kiezen, want dit is Brokpunt aflevering 4. En ik kies, net als Roy, een stoel. Houten stoel dan, hè? Nee, zo'n simpele stoel. Roy, kies hem ook, hè? Ja, ja. Oké. Dan gaan we naar onze afgesproken plek, want we hebben... Als je me dood, jongen, hè? Nee. Ik weet niet waar dat... Waar is dat stuk dan? Helemaal achterin. Ik weet het ook niet meer. Ja, ik weet het weer. In die lange gang, als je de basis Main Street hebt, ga je helemaal naar achter bij het afgebrande huis. En dan ga je volgens mij naar links. En dan naar voren. Shit. Denk ik. Oh, shit. Fuck my life. Oh, nee, waarom ik moet wat anders kiezen. Ik ook. Ja, wat... Oh, waar staat die stoel nou? Een minuut. Waar stonden die dingen nou? Oh, waar is dat geluid nou? Dat was een hartstikke mooie plek. Oh, dat moeten we zien, joh. Volgens mij daarachterheen. Oh, volgens mij ook, ik weet waar het is. Ja? Nee. Ik ren er nu heen. Ja, ik probeer er ook te zoeken. Volgens mij was het hier. Hier zie ik wel allemaal stoelen staan hier ook, Roy. Ja, ik zit ook in een... Ja, maar het is niet te goed, hoor. Maar dit is wel een plek. Je kan ook kantelen, Roy. Toch zijn die stoelen anders, hoor. Ik had een houten stoel moeten nemen. Shit. Ja. Oh, je zit niet waar ik zit dan. Nee, ik zit in een andere plek. Maar ik beloof het, ik ga jou niet verslaan. Oké. 100%. Maar ik wil weten hoe je dat kan doen, Roy. Wat? Ja, hoe je kan bewegen en zo. Kantelen, ja. Ik weet het niet, echt niet, schat. Oké, ik ga hier. Oké, jongens, dit is een prachtige plek, want ik sta hier als stoel in Brokpunt. Een spel, nogmaals, als je niet weet wat het is. Brokpunt is, je bent een object, je verstopt je voor de anderen. En de anderen moeten je proberen te zoeken. En we zitten met 26 verstoppers en maar liefst 3 zoekers. En 1 zoeker komt dan naar me toe. Echt? Oh my god, nu al gevonden. Echt? Oh, wat is dit voor triest zooitje dan? Oh nee, nou. Wat is dit triest? Oh, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Stomme vuilniszak. Maar dat is voor mij extra kans om te kijken. Wie? Waar was zit? Was je een vuilniszak? Of was ze... Nee, een stoel bedoel, sorry. Oh, er kwam iemand hier. Shit. Oh, er zit hier iemand. Nee! Nee, oh, please! Oh, dan ben ik dat. Nee! Roby! Ben jij dit? Nee. Ik ben een... Nee, ik zou je niet aanvallen. Maar ik wil je wel zien. Oh, daar zie ik waar twee stoeltjes. Dan? Hier zit een stoel. En die was... Zit je bij al die drukke stoeltjes, ja? Ja, waar we net waren. Waar we afgesproken eigenlijk. Nee, ja, daar ik wist niet waar het was. Daar zat ik net. Ik weet niet waar het was. Ik weet het ook niet helemaal. Het is moeilijk hoor, want we hebben echt wel nog weinig verstoppers. 7 zijn er al nog. Het gaat echt snel dit. Ben hier is de verstopplek. Ben jij al dood? Zie je zo'n rode wolk? Waar? Oh, Noelle komt er net uit, joh. Waar ben je? Ik ben aan het zoeken. Maar het is ook allemaal een raar object hoor. Ik wil gewoon eens even geluk hebben, mensen. Echt, hè? Ja, gewoon even... De vorige keer waren we niet gevonden. Nee, klopt, ja. Toen was het echt... Dat was het eerste potje voor me, hè? Toen was ik als enige over, toch? Oh. Wauw. Oké. Wat zou ik kiezen? Hé, je kan een fiets zijn. Oh, ja, klopt. Ze allebei fiets? Allebei fiets. Allebei fiets. Ja, maar dat gaat opvallen, denk ik, hoor. Die fiets. Ja. Maar ik kan het wel proberen. Oh, ja! Oh my god, dit is... Nee, wacht even. Dit is de perfecte spot. Oh. Oh my god, dit is perfect. Zo, ja. Oké, oh, niet draaien. Nee, ik ga niks zeggen. Ik ben fiets. Ik sta tussen vuilnisbelt. Echt precies tussen 2 grote vuilnisbelten in. En het lijkt net of die fiets bij de schroothoop is gegooid. Dus het valt haast niet op. Ik vind dit wel. Ik zag hem. Ik dook erop af. Ik denk, dit wordt de plek. Dit wordt mijn plek. Alleen je ziet hier schiet, rotatie, as kiezen. Nou, de rotatie staat vast, dus als je klikt kan je X-as doen, ja. Granaat, reset, objecthoek. Hoek van object fixeren. Okay. Zoeken, camouflage verwisselen. Oh shit.
Oké, we hebben 5 minuten de tijd. Maar jullie kunnen abonneren als je op de tijd klikt. Altijd fijn. Oh shit, er komt iemand. Wegwezen, die fiets hoort hier. Oh, kan nee. Ik draaien? Oh shit, ik kan draaien. Die zoeker is goed. Ik kon nog draaien, jongens. Oh, er staat er een bij me. Oh shit, weg. En allemaal vlinders zie ik ook, wat jij zei. Ja, hè? Raar. Oh shit, er komen nu mensen bij me. Oké, laat me gewoon even hier staan, alsjeblieft. Goed zo. Ze vinden me niet nog. Nee! Weg, weg! Weg! Oh, fuck! Verdomme! Oh. Laat die fiets met rust, stommeling. Hè? Stommeling. Echt zielig. Nou ja, het hoort erbij. Ik had een mooie plek. Jullie mensen moeten me zielig vinden nu. Het is moeilijk hoor, om niet gevonden te worden. Echt, het is echt een kunst om niet gevonden te worden. Je moet ook een klein beetje geluk hebben. Oh, er ligt een teddybeertje op de grond. Ja! Oh my god, er stond hier iemand. Die heb ik gewoon vermoord. Oh, wow. Een rek was het. Oh, nee! Wow. Chat! Wat is er? Ik was gevonden. Wat was je? Ik was een fiets. Ja, klopt. Ik wou even kijken of je echt een fiets was. Oké, dit is echt grappig. Ik ben benieuwd of je World of War ook kan spelen met zo'n prophunt. World of War is natuurlijk ook een andere Call of Duty game. Wel een oudere game. Dit is natuurlijk een hele oude game, jongens. Call of Duty. Even kijken hoor. Stonden hier? Die stonden hier toch niet? Stond die? Hoeveel zoekers zijn we? We hebben nog een paar verstoppers. Rieke ook. Rieke is ook wel slim hoor. Die weet ook wel die verstopplekjes hoor. Die heeft dit spel heel veel gespeeld. Zie je ook aan de rank. Kijk maar op tab. Dan zie je de naam staan. Noele. Dat is Rika. Die heeft 81 punten. Of 91 punten. On is het gevonden. Ja? Ja. Wauw. En binnenkort gaan we dit spel ook spelen. Met Giovanni en hopelijk Erik ook. Daar gaan we even voor fixen. Want Erik en Gio hebben ook dit spel op de computer. Dus dan kunnen wij het spelen. Wij willen natuurlijk ook jullie een kans geven om mee te spelen. Dus dit IP zetten wij gewoon in alle video's in de beschrijving van de prophunt video's. En dan kunnen jullie gewoon joinen. Zorg er wel voor dat je 1.7 hebt van Call of Duty. Dat zijn 2 patchen. 1.6 en 1.7. Die heb je nodig. Het spijt me zeer, maar je hebt ze gewoon nodig. Roei, waar zit je? Ik zit in een huis. Nee, dat is niet Rika. Ik probeer te zoeken. Ik zie wel Slender. Die Slender gozer. Waar ben je? Waar? Achter waar je. Ben je? Waar ben je? Achter je. Waar? Achter je. Waar? Yes, ik. Waar zit je dan? Waar? Roei. Ja, where ja. Are you? Where are you? Hallo. Waar? Oh, daar. Zo. Kom, we gaan kruipen achter elkaar. Kom, door de map heen. Ja? Misschien komt Rika nog. Ja. Ja, Rika! Rika! Kom, we gaan naar... Hier, Rika! Wat, ze negeert ons! Ik mapte. Rika negeert ons! Kom, schiet in de reet. Rika, kom, stop. Laten stoppen. Laat stoppen. Kom liggen. Ja, kom liggen. Kom liggen. Ja, doe het. Ja? Ja, Jolen. Ja, Jolen. Ja. Oh, ik kom eraf. Ben jij daar achter me? Ja, kom. Ja. Kom, we pakken hem. Kijk. Er komt nog iemand mee. Echt? Ja. Jolen. Niemand! Wij zijn bazen. De kruipbaas. Oh, we zijn klaar. Oké, wat gaan we kiezen? Oh, dit is moeilijk. Oké, ik word. Een bowler. Dat kun je ook nog kiezen, hè? Maar juist de grote objecten worden niet gevonden. Denk je? Ik denk het wel. Want ik ga toch die bowler nemen. Het is een klerenrood ding, maar die worden gewoon niet gevonden, die dingen. De klerenapparaten. Die moet ik gewoon. Op hele rare plekjes komen waar je eigenlijk niet makkelijk kan komen. Ik denk dat dat ook een beetje een truc is hoor, van dit spel. Robby? Oké, wacht. Oh shit, hoe doe je dat? Wat? Kies object.
Nou. Ik ga gewoon ergens boven. Yeah, ik klim helemaal naar boven zo. Ik ga juist op een object staan. Of op een plek staan. Oh shit. Gaat het lukken, denken jullie? Ben je een groot object dan? Aardig groot, ja. Ja? Aardig groot, ja. Ga hem niet worden hoor. Is die DB nou serieus een zoeker? Of, ik sta serieus in een object, jongens. Ik sta gewoon extra in een object. Er zijn 3 van dezelfde objecten. Die heb ik uit het niet stonden, die hier. En nu ben ik erbij gaan staan. Echt? Tussen de in gaan staan, in dat object, ja. Oh my god, ik zie een doos daar lopen. Als je er snel voorbij loopt, zie je die. Maar als je met details gaat, dan zie je wel een flikkering. Want ik sta er niet helemaal goed in. Want het lukt me niet heel goed. Shit, jongens. Dit is echt... heel creepy. Dit is echt creepy. Maar 4 zoekers. Ik ga proberen om nog even te herstellen. Oh, ik hoor nou iemand. Ik ben nu de lul. Ik heb ook het idee als je in een huis gaat staan ergens. Dan word je ook minder snel gevonden hoor. Ja, ik sta nu ook op de boven. Shit. Waarom doet die F niet meer? Ja, hij doet F nog. Oké. Okay. Met F. Als je de F-toets indrukt, kan je draaien om je as zonder dat je poppetje beweegt. Nou, en ik sta nu in huis. En wat Roy zei is eigenlijk klaar. Is eigenlijk gewoon waar. Als je in een huis staat of een raar omgevingtje, dan word je minder hard gevonden. En ik sta nu als een boiler, sta ik in 1 andere boiler. Want het was toevallig dat die boilers bij elkaar kwamen. Ik sta precies op een... Ja, ik sta een beetje link, vind ik. Ik had beter die hele links moeten nemen. Oh, daar komt niemand. Ja, die heeft me... Nee, hij schiet niet. Shit! Hallo, boiler. Nee, niks, een boiler niet. Hoe heet zo'n ding nou? Nee, hoe heet zo'n ding? Ik ben de naam kwijt. Ah, Nika, dat je bent. Wacht maar. You're next. Kappie! Rot een heel ver eind op van mij vandaan. Wij zijn een vriendschappelijke band. En jij hoort ons niet. Je hoort die band niet te breken. Door een plek op te zoeken. Waar ik eventueel zou kunnen staan. En. Aap, jij bent een 3 keer verraad. En daarentegen. Als u dit kapot maakt. Zal er een graslek ontstaan. Waar iedereen van dood zal gaan. Dus het is aan u. Wilt u maar in de bord. Ben je gevonden? Nee, daarom maak ik zo'n geluid. Shit. Ja, ik ben gevonden. Ik was je aan het zoeken. Hij wou me nijven, maar als ik nou F had gedaan, had ik hem zelf genijfd. Dan had ik gewonnen. Fuckeduck. Oh, aap. Nog 2 verstoppers, joh. Muffin en Rozer. Wie is Rozer? Wie is Rozer? Slender weer. Oké, mensen. Vond je een leuke video? Geef een duimpje, vergeet niet te abonneren. En volgende keer terug bij een nieuwe aflevering van Prophunt. Bedankt voor het meespelen, Roy. Tot aflevering 5. Doei, doei. Doei. Oh, we mogen een map kiezen. Zie je nog wel volgende aflevering. Ja. Welke kiezen we, Roy? Niks zeggen. All Creek? Nee, dit strikt niet, hoor. Oh, shit. Dit nou? Die hadden we net.